hele goede morgen, lieve vrienden. Ik wens jullie als eerste natuurlijk weer een warm welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en bij de Beestenboel aangekomen, kan wel veel eruit. Toedeledokie. En ja, ik had eerder kunnen vloggen, maar er staat dus een fiets. Dat Carmen die is bezig. Eerst die beneden gedaan. En nou is ze erboven bezig. Maar ja, nou zie ik wel weer het een en het ander. Dus moet ik weer even goed gaan doen. Het staat weer niet goed. Nee. Maar ja. Kijk, 100 keer zeggen. Wat? Hi meisje. Hi mijn meisje. Oh ja. Oh ja meisje. Dus ja, dat gaan we eventjes doen. Die moet even, moet met de kastdeur eventjes rekening houden. Nou, en ik moet met mijn stoel overal tussendoor kunnen. Dus doe ik zo. En die kan ietsje zo. Deze die hoort daar niet in. Die hoort in deze hoek te staan. En dan gaan we naar die kant toe. En deze, die is van Frodo. Die moet hier. En daar behoort Teddy tegenaan te zitten. En deze is van Frodo, hè? Ja. Kom maar, kerel. Zo, hè? Jij, man. Jij. Wordt een dikkie, hè? Ja. Je kussentje weg, hè? Mag het niet, hè? Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zal nog even verder waar we gebleven waren. Het is 11:35. We leven op dinsdag de 12e van de 2e 2019. Ja. Kijk, en dit hoort weer recht. Die zo. En ze schuift. Dan is daar weer wit. Je moet niet schuiven, je moet zetten. Zo. Ja, liefje. Nou, dan moet ik kijken of ik overal tussendoor kan. Dan gaan we. Kijk, en het speelgoed van Gandalf moet aan deze kant. Hop. Ja, even jou, hè. Jij mag ook spelen. En dat is van Frodo. En die mat is ook van Frodo. Die moet ook weer even naar deze kant. Want daar, dat is de snuffelmat. Ja, je kan hier snoepjes in verbergen. En dan mag Frodo snuffelen en zoeken. Ja, dus dat komt allemaal goed. Maar ik wil dat gewoon hier al hebben. In die kontreien. En dan leg ik hem daartussen, dan ligt hij ook uit de weg en dan kan ik hem zo pakken. Ja toch? Ja. Nou, dan gaan we het uitproberen. Kan ik er tussen, kan ik er niet tussen? Ja, dat gaat goed. Kan ik er tussen, kan ik er niet tussen? Die stoel die staat niet in de hoek. Zo, nou wel. Miauw. Hallo. 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 Hé, meisje. Ja, maar ik kan overal tussendoor, dus dat gaat allemaal helemaal goed komen. Ja, er is ook al gedweld over de vloer heen. Dus ja, hé, meisje. Ja, jij moet eten, liefje, weer. Zullen we eens even kijken? Je hebt maar heel weinig gegeten vanochtend. Nou, kom dan maar. Doe maar, het mag wel. Het is iets min, hè? Ja, je moet toch weer leren om brokjes te gaan eten. Hè? Ja, goed zo. Dus ja, lieve vrienden, dan weten jullie dat. Ik was er dus al enige tijd eruit. Maar ja, als er wordt gewerkt, dan kan je moeilijk
Ga zitten te praten, ga zitten te filmen, want het maakt nogal herrie. Ja. Dus ja, ben ik ook niet gewend. Het kent toch ook rustiger. Ze boemt overal tegenaan en het is een wilde braspop. Ja, echt. Maar ja, ik krijg mijn eigenste weer terug binnenkort. Dus die mag vanaf de 26e, dus een dag nadat mijn mannetje 2 jaar weg is, komt zij weer bij mij terug. En daar ben ik super blij mee, ja. En ik moet vanmiddag, moet ik te praten met die meneer, omdat ik overspannen ben. Dat is in hetzelfde praktijkgebouw dan de huisarts ook zit. Het moet er om 3 uur zijn. Ik neem de GoPro wel mee. Ik neem misschien, ik denk dat ik ook mijn handcamera meeneem, ja. Want dat, als ik even... Even de terugweg, even mijn hoofd leegmaken, even misschien dat ik wat leuk zie, dat ik het dan even kan vloggen. Ja, dat doen we. Wat vinden jullie ervan? Ja toch? Ja, neem ik deze wel mee, want ik heb geen zin om die hele tas mee te nemen. Nou ja, waarom ook niet? Maak ook niet. Ik zou het toch? Nee. Maar ja, dat vind ik niet nodig. Ik heb enkel van deze, weet je. Komt goed. Ja. Ik zie wel even hoe ik dat bekijk en hoe ik dat doe. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is hier dan weer prachtig mooi weer, schijnt de zon volop, maar dat is nou weer sluierbewolking. Dus ja, het is nou weer een beetje dicht allemaal. Maar het komt ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik ga er vandoor en ik, zoals ik al beloofd heb, ik neem jullie mee. De GoPro die zit al in mijn jasbussen, deze heb ik in de hand, maar die ga ik zo in de tas doen, dus ik neem jullie mee. En uiteraard ook Pokémon Go, zoals jullie van mij wel weten. Even allemaal wegklikken, daar heb ik allemaal niks aan. Kijk, gezellig Pokémon. Dus ja, ik ga er vandoor. En sowieso ook weer tot straks als we weer thuis zijn, hè. En geniet van alles. Doei, doei. We'll be right back.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Quack, 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 quack